Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe day. Oh, dat was geen goede zin. Leuk dat je weer kijkt naar nieuwe deze week. Naar deze nieuwe weekvlog. Zo, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag, geen maandag. Dat komt omdat ik gisteren niet heb gefilmd en vanmorgen ook niet. Aangezien het nu al dinsdagmiddag is. Het is al 3:10. Maar dat komt omdat wij net de crematie hebben gehad van de oma van mijn vader. Dus daar waren we net heen. Ik had dit aan. Ik zal het wel even laten zien. En de spiegel. Deze kimono van de Zara. Dit hemdje van Chiquelle. En dan gewoon mijn zwarte flare. En mijn groene isobomerant. Maar daar waren we net dus naartoe. En daar ging ik nog met z'n allen lunchen. En nu zijn we weer lekker thuis. Ik ga zo meteen even dit pakketje van de H&M terugbrengen. Want ik had natuurlijk een aantal truien besteld. Dat konden jullie zien in mijn shopvlog van afgelopen donderdag. Dus heb je die nog niet gezien. Aan het einde zou ik een dingetje doen dat je kan doorklikken naar die video. Maar ik had natuurlijk allemaal truien gekocht. Zoals je hier kunt zien. Maar waren er ook twee die niet leuk stonden en niet pasten. Dus die ga ik zo meteen even terugbrengen. Of althans mijn ouders gaan boodschappen doen. Dus ik ga vragen of zij mee willen nemen. Ik ga even wat anders aandoen. Of in ieder geval deze kimono uit. Je bloedje heet. En voor de rest heb ik eigenlijk nog geen planning in het leven. Ik zie er echt heel ziek uit ofzo, maar oké. Ik heb nog geen planning in het leven voor vandaag. Dus ja, ik denk dat ik nu gewoon even lekker filmpjes ga kijken en zo. Vrijdag ga ik natuurlijk naar die opening met Char van My Jewelry. En ik moet echt even mijn kamer opruimen, want het is echt één grote bende. En dat zeg ik elke week vlog. En dan ruim ik zeg maar mijn bed op. Maar dan blijft dit nog een bende. En dit blijft nog een bende. Dus het is een en al bende. Maar goed, ik ga filmpjes kijken of zo. Oh, tegenlicht. Ik ga filmpjes kijken. Hoi allemaal, het is vandaag woensdag. Ja, en het is echt wel einde van de dag. Ik ben vandaag zo lui geweest, maar ik voelde me zo erg. Niemand kon wat doen. En dus ik heb eigenlijk heel de dag in mijn bed gelegen. En het is nu avond. Ik ga even een beetje make-up op mijn knar smeren. Want voor de mensen die in Den Haag, Westland, bla 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 wonen. Die kennen waarschijnlijk Feestweek Naaldwijk wel. Feestweek Lier, Feestweek Schavenzanden. Maar er is dus vanaf vandaag Feestweek in Naaldwijk. Dus dat betekent dat er vanaf woensdag tot zaterdag elke avond. Oh my god, waarom heb ik allemaal van die kleine poppetjes op mijn neus? Maar in ieder geval, er is dus elke avond dan een feestje. Overdag is er braderie. En s'avonds is er feest, ja. En daar ga ik vanavond heen met Char. En Keer gaat volgens mij als het goed is ook gezellig mee. En voor de rest weet ik eigenlijk niet wie er nog mee gaan. Maar het is wel vet gezellig. En daar ga ik me nu even voor klaarmaken. Ik weet nog niet wat ik aan ga trekken. Een broek. Maar dat is best logisch misschien. Ja, eerst wil ik een rokje, maar de deur ziet er nou niet heel top uit. Waar is mijn cremetje? Oh. Het is echt heel erg. Maar ik leef dus nog steeds uit mijn toilettas van vakantie. Daar is mijn cremetje. Ik gebruik ook voor mijn gezicht gebruik ik trouwens deze. Micellair reinigingswater met olie. En als dagcreme gebruik ik nu weer deze. Omdat eerst had ik dus een ander van Shiseido. Maar ik denk dat die pukkeltjes daarvan komen. Ik heb geen idee. Want ik heb nu pukkeltjes en nu heb ik een hele rode neus. Dus ik ga nu gewoon even deze gebruiken. Ben ik eigenlijk wel aan het filmen? Ja, top. Oh ja, top. Ik ga jullie een beetje inzoomen. Dan kunnen jullie misschien iets meer zien. Wat ik ook echt doe. En dat was het alweer. Heel veel mensen vragen aan mij of ik een keer een make-up routine of zoiets wil doen. Maar oh. Maar dit is letterlijk het enige qua make-up wat ik opdoe. Dus het is een beetje onzin om een hele routine daarvoor te maken. Dus ik heb het gewoon even lekker in deze video gekwakt. Oké, ik zal even heel snel laten zien wat ik aan heb voordat het strakjes donker wordt. Ik heb namelijk... Oh, hallo. Ja. Ik heb dit shirtje aan. Oh, je ziet het niet zo heel goed. Even zo. Dit shirtje... Oh, een beetje ingezoomd. Oh.
Sorry, dat was niet de bedoeling. Dit shirtje heb ik aan van Naked. Die bralette die eronder zit is van de Primark. Ruitjesbroek is van de H&M. Ik heb een Gucci riem om, maar ik vind dit best wel een beetje netjes. Dus om het iets minder net te maken, doe ik heel stoer mijn spijkerjasje overheen. Dus dat is die outfit. Ik heb mijn haar in een lage knot. Ik wilde eigenlijk een knot omhoog, maar hij lukte niet. Dus dan maar een lage knot. En hierbij doe ik denk ik gewoon... Ja. Ik weet nog niet welke schoen ik hier weer aan doe. Of mijn bootschoentjes. En dan niet die met slang, want dat wordt wel heel veel print. Maar... Oké, ze staan even niet hier. Ik weet even niet waar die staan. Maar ze zijn in ieder geval groen. Of ik doe die aan. Oh, mijn Haviana. Ik heb zoveel jeuk op mijn neus. Of gewoon mijn Sandra's. Maar ik denk mijn Haviana's, want het is best wel warm. En dus mijn spijkerjasje. En mijn tas van Alex de Label. Die vind ik ook leuk. Dus die gaat ook mee. En daar past mijn camera dus in. Dat is de enige tas waar je in past. En ik weet nog niet helemaal wat ik voor mijn haar moet vinden. Ik moet eigenlijk ook echt wassen. Ik heb er nu even droog shampoo in gedaan. Maar vanavond gaat toch al heel je kleren, alles wat je aan hebt, naar rook en bier stinken. Dus ik dacht, ja. Dan was ik het morgen wel. Anders moet ik het twee keer wassen. Vind ik ook een beetje onzin. Maar goed, dit is in ieder geval wat ik aan heb. Dan weten jullie dat. Voor de, als het straks donker is en je het niet meer kan zien. Friday. Oh, ga je weer vlog? Niet zo dichtbij. Als je... terug en zo meteen komt Keer ook. En we zijn nu even het huis aan het zoeken, want we gaan naar een feestje toe. We gaan naar een jongen, we gaan ergens naartoe en dan gaan we met z'n allen even gezellig. En dan daarna gaan we naar een feestje. Nou, altijd. En Keer komt zo meteen ook in de speciale. En we zitten en Char rijdt weer eens op mijn scooter. Jee! Ja, gaan we waar we heen moeten? Ja, naar dit nummer. Oké, doe dit kopiëren, plakken en doe dat. Doe dit wit vergeleken jou? Nou, mijn bruine kleur, jongen. Heb je gezien hoe erg mijn arm aan het stellen is? Maar, Die gaat al slapen, die heeft de zin of zo. Tien valt. Ja, jij moet het even in je telefoontje doen. Oké. Okay. Nee, je moet dit kopiëren, plakken en dan moet je bij kaarten erin zetten. Oh, jij bent zo'n idioot. Oh, daar heb je geen licht. Oeh, hier wel. We zijn echt een godsvergeten weg geweest. 1,7. We moeten nog 1,7 kilometer. Jij zegt dat maar, dit in deze straat dit is. Ik weet hoe het komt. Hoe gaan we lopen? Ik wil niet lopen. Oh, daar staat het. Te voet. Ja, dat was nog 1,7 kilometer, vriendin. Dat klopt echt niet. We gaan toch super dichtbij? Leek paniek. Waarom is hij aan het knippen? Hij is nog 30%, toch? Helemaal, het is vandaag... donderdag. En ik zie er echt niet uit. Ik heb net gedoucht. Even mijn haar in start gedaan. Ik heb gewoon zo'n heel simpel shirtje aan. Mijn pyjama broekje. Want ik heb eigenlijk heel mijn kamer een beetje opgeruimd. Of althans, dit heb ik opgeruimd. En dit laadje eindelijk. Want dit was echt een teringzooi. Het ziet er nog steeds op beeld uit als een zooi. Maar het is nu wel in mijn hoofd een opgeruimde zooi. Want dit is lensvloeistof. Alles met bril en zo. Dit is allemaal voor mijn haar. Mousse. Borstel, water. Die crème, alles. En dit is gewoon voor mijn lichaam en gezicht en zo. Hier heb ik nu... Ja, is een beetje rotzooilaasje eigenlijk. Hier zijn nog twee lege toilettasjes. Dit kettingje nog van mijn jewelry. Die weer. Dit. Hier heb ik nu al mijn testertjes ingedaan. Van die geurtesters en kaartjes met testers. Hier mijn dagelijks make-up. Wat dus niet veel is. It's only this. Wenkbrauwen, mascara... gel. En that's it. En dan hier heb ik zeg maar wat make-up in. Wat ik meestal opdoe als ik naar een feestje ga. Maar eigenlijk bijna ook niet eens echt. Maar goed. Kwasten. Nog een leeg toilettasje. En hier heb ik mijn andere make-up. Maar dit gebruik ik helemaal nooit. Want zoveel make-up heb ik dus ook helemaal niet. En. Nou, dit heb ik ook een heel klein beetje opgeruimd. Deze box is nog van Miu. Maar die komt vanavond te slapen. Dus dan kan hij hem gelijk meenemen. Ik heb mijn YouTube een heel klein beetje veranderd. Namelijk dit heb ik een nieuwe, hoe noem je dat? Banner?
banner gemaakt. En ik heb ook een nieuw intro, dus dat zien jullie ook bij deze vlog als het goed is. En ik heb even allemaal afspeellijsten gemaakt. Want ik ben van plan om veel meer normale video's te maken in plaats van alleen maar weekvlogs. Dus ik wil dan gewoon allemaal afspeellijsten hebben en zo. En ik heb nu vakantievlogs, shoplogs, challenges en mukbangs. Even kijken hoor, wat ik nog wilde vertellen. Oh ja, gisteren was ik natuurlijk naar feestweek. En jongens, het was zo bizar druk. Dat was niet normaal. Echt niet normaal. Ik wilde ook filmen, maar ik stond echt een beetje zo. En ik wilde ook niet dat iemand voor de grap mijn camera uit mijn handen zou pakken of zoiets. Dus ik heb echt maar 10 seconden gefilmd of zo. En echt heel sad, maar mijn tas is kapot gegaan. Ik ga het even laten zien of ik het kan laten zien. Zeg maar... Dit slotje, ik heb hem nu erdoorheen gedaan, maar dit slotje is los. En die zat hier doorheen, zeg maar. Net zoals bij die ander. Kijk, bij die ander gaat hij nog gewoon goed. Nou, het is gewoon, ja, hij is gewoon kapot. Echt super zonde. Ik weet ook niet of ik hem nog kan maken, maar dit is dus mijn enige echt grote tas. Even mijn bril terugleggen. Maar dit is mijn enige grote tas waar alles in past, want in die drie... passen mijn camera niet. En ik hoop dat, wel dat hij nog gemaakt kan worden. Of dat ik er een ander hengsel aan kan doen. Ik heb even mijn haar gekruld. Ik weet niet of je het heel erg goed kan zien. Maar het verveelde me. En ik dacht leuk voor morgen. Maar na vannacht slaap je er toch weer uit. Maar ik ga zo meteen naar Milton. Want ik ga daar slapen. Even wachten tot hij klaar is met voetbal. En ik had als tip gekregen van een meisje. Want vandaag is mijn video online gekomen. Een meisje gaf als tip om je wollen truien. Dus dit soort truien. Niet op te hangen, zeg maar. Dit soort truien kunnen wel, zeg maar, van dat gewoon, ik weet niet hoe je die stof noemt, maar dat kan wel. Maar om zulke soort truien, echt die gehaakte truien dus neer te leggen en op te vouwen. En niet op te hangen, omdat je anders, deze gaan ze heel erg uitleveren. Dus ik heb ze nu even hier neergelegd. Maar ik heb natuurlijk vorige week heel mijn kast opgeruimd. Of nou ja, het is nu alweer echt een tering, zo. Maar eigenlijk wil ik dan hier gewoon al mijn truien hangen, die kunnen hangen. En de rest wil ik hier neerleggen. Maar dat ga ik van de week nog wel even doen. Maar ik ga dus even, het is nu, hoe laat het? Het is nu 8:55. En hij moet als het goed is tot 9:00 voetballen. Dus als hij thuis is, dan appt hij en dan ga ik daarheen. Morgen heb ik natuurlijk dat van mijn jewelry. Dus ik hoop, hoe kan je het best zien? Zo denk ik. Ik hoop dat die krullen er dan nog een beetje in zitten. Maar ik denk het niet. Maar goed, ach, dan is het zelf ook prima. En ja, ik ga mijn camera nog even in de oplader doen. Want hij is nu echt bijna leeg. Dus dan kan hij morgen mee naar Haarlem. Hoi allemaal, het is vandaag vrijdag. En ik heb me even heel erg snel omgekleed. Ik had natuurlijk bij Mina geslapen. En ik ga nu naar Short. Dus het is nu namelijk 3:10. En we gaan naar het event. Of naar de opening van de nieuwe boutique van My Jewelry. Ik heb ook een beetje op hun gekleed. Ik heb namelijk dit panterpak aan van hun. Shirtje van Gis Louise. En mijn kettingjes. Alleen deze is van My Jewelry. De rest niet. En ik had natuurlijk gisteren mijn haar gekruld, dus dat zit er nog een klein beetje in. Ik ga even de outfit helemaal laten zien. Zo kun je misschien wat beter zien. Dus ik heb dat pak aan, zeg maar, ook met die broek erbij. En dan mijn Alexander McQueen's eronder. En ik doe deze tas meenemen, mijn nieuwe van Michael Kors. Want ja, ja jongens, mijn tas en mijn schoenen zijn dezelfde kleur. Maar ik moet nu even opschieten, want ik ga ook even naar Sartre. Ik neem ook de armbandjes mee, want die liggen echt al een eeuwigheid bij mij thuis. Deze nepzak. Ja, even mijn broekzak. En dan gaan we dus met de trein naar Haarlem. Maar ik zal in de trein wel even verder filmen en alles vertellen en zo. Want ik heb nu een beetje haast. Lekker aan het vreten. Want wij zitten in de trein. Net is nu. Wat is nu? 4:15. En we moeten daar om 5:00 zijn. En mag op zich al wat afstand van dat kop. Ja, maar ik heb geen langere armen. Weet je wat echt smerig is? Janie, je kan dit toch ook met kaassaus eten? Ja, nou Jane deed dat dus. En ik zeg, smaakt dat naar smeerkaas, want ik was echt een smeerkaas. Nee, dus ik doe het in mijn kocht, jongen. Gadverdamme. Maar we zijn naar mijn jewelry, heb je dat zeker allemaal verteld? Ja, nog niet helemaal. Ik word er helemaal schijtziek van, want iedereen Boeddha de Boeddha, Daniel Wellington, Joy, Eden, Boeddha de Boeddha. Maar morgen gaat die winkel dus open. En vandaag is die pre-party of zo. Uitnodigen. En daar mogen we naartoe. En wat gaan we daar doen, Charlotte? Vreten! Gaan sushi eten. Gaan we reserveren?
Dus geen plekken, geen dikke vingers. Ik kan het niet opzetten. Boektuin. Oh, nu kan je een ding maken. Timelapse. Nee, en hoe noem je dat? Zo'n foto, wat je als je er ziet, als je een video hebt. Nou, ja, kan. Ja, van de hand. We hebben nog een zakje. Ik kan mijn volumepoeder mee nemen. Maar is wel goed, hè? Ja. Ik moet eigenlijk veel bij jou. Ik had net trouwens mijn lens eraf gehaald, omdat die anders niet in mijn tas paste. Maar ik had hem er niet helemaal goed op gezet. Ik vind deze poef ook heel leuk. Ik vind deze poef echt. Oh, wacht. Ja. Oké, laat even in de reacties weten welke jullie leuk vinden. Deze. Je gaat ze toch allebei kopen. Nou, hè. Dit is een J. Van je. Heb je al wat aan, Sher? Ja, ik ben bezig. Hoi, Sher. Hallo. Wat zijn er ook? Oh, die bedoelde jij. Waar zijn ze ook naar? Helemaal, het is vandaag zaterdag en sorry voor hoe mijn hoofd eruit ziet, want ik zie er echt niet uit. Oh my god, het is echt heel slecht, maar ik heb zulke erge buikpijn. Ik moet zo meteen werken, dus ik ga ook geen make-up opdoen of iets aan mijn haar doen of zo. Want ik werk bij kinderzwemles, krijg ik heel vaak vragen over. Maar als ik dan zo meteen heel tijd ga zwemmen, ga ik me niet nu opmaken. Maar gisteren waren we, Sharon en ik, natuurlijk naar het event geweest. En op de terugweg, nadat we sumo hadden gegeten begonnen, keihard te regelen. Er leek wel een tropje regenwoud. En de treinen deden irritant, want de een reed er niet, de ander reed er wel. En het duurde super lang, dus ik heb daarna niet meer gefilmd. En toen ik thuis was, was het 11:30. Was het ook veel te donker om de goodiebag te laten zien. Want we hebben een super leuke goodiebag gekregen. Het was echt onwijs leuk, heel mooi winkeltje in Haarlem. Ik zal heel even in beeld zetten de straatnaam en adres en zo. Maar het is echt een heel erg mooi winkeltje. Vandaag, zaterdag, is de opening. Dus als jullie dit zien, hebben jullie de opening gemist. Of je bent er wel geweest, kan ook. Maar we hebben een hele leuke goodiebag gekregen. En het was dus... Het zat eigenlijk in zo'n hele grote tas van deze. Echt een hele grote soort shopper. Maar omdat het zo hard ging regenen, was mijn tas gescheurd. Heb ik bij de Albert Heijn een tasje gehaald om daar alles in te gooien. Maar ik had zelf ook nog wat gekocht. En dat zat dus wel in deze tas. En dat is namelijk deze... slangenprint flare broek. Deze flare dus. Deze heb ik dus zelf gekocht, even voor de duidelijkheid. Ja, het is gewoon echt een heel lekker stretchy stofje. Ik heb hem in een maatje XS en hij was €35. Ik zal hem even alle items in de beschrijving zetten, linkjes ervan, want ze hebben het sowieso nog wel, denk ik. Aangezien dit een nieuwe collectie is. Maar ja, ik vond hem zo gaaf, een flare met slangenprint. Ik ben tegenwoordig echt van de dierenprintjes. Helemaal leuk. Maar het was, ja, ik had hem gepast en hij zat zo mooi. Char had ook nog een flare gekocht, maar dan gewoon een hele zwarte. Dat was ook €35. Maar deze vond ik gewoon dus echt super gaaf. En deze lijkt me dus heel erg leuk met mijn groene schoenen eronder. Of mijn rode. En dan een leuke witte trui erop en dan een spijkerjasje of zo. Lijkt me heel erg leuk. Dus deze heb ik zelf gekocht. Dan in de goodie bag ga ik nu alles laten zien. 3 kleding items. Als allereerst dit rokje. Deze vind ik echt onwijs leuk. Deze was €30. En heb ik ook in een maatje S. XS bedoel ik. Donkerblauw is die. Met rood, met wit en zwarte panterprint. En ik vind hem echt super graag. En hij heeft hier zo'n elastieke band. En dan heeft hij zeg maar 2 lagen. En ik vind hem echt onwijs leuk. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Dus deze.
Dan dat pak wat ik heb, het pamperpak die ik gisteren ook aan had, heb ik nu ook in het groen gekregen. En oh my god, ik ben hier zo blij mee. Want dat andere pamperpak heb ik gewoon zelf gekocht. Oké, het is nu wel iets donkerder, maar in ieder geval schijnt de zon niet meer zo op mijn gezicht. Maar in ieder geval dus deze broek. En het is eigenlijk gewoon precies hetzelfde model als die ik al heb. Alleen deze is dan ja groen en hij valt gewoon iets minder op dat het echt panter is. En deze heb ik ook in de maatje XS. En het was €40. Hij sluit met, ja, hoe noem je deze sluiting? Ik heb geen idee, maar dat je hem er zo in kan klikken zo. Hij heeft gewoon een rits, zakken. En hij zit gewoon echt heel erg lekker. Ik heb natuurlijk dan die ander al, dus ik weet ook precies hoe die zit. Hij is echt hartstikke chill. Het is gewoon een normale strakke broek, geen flare of zo. Dus die heb ik gekregen. En natuurlijk erbij het bijpassende blazertje, die ik ook echt heel erg leuk vind. Deze is normaal €50. Heb ik ook in de XS. En ja, ik weet niet echt wat ik hierover moet vertellen. Hij heeft wel schoudervulling, alleen echt maar heel minimaal. En ik vind het eigenlijk helemaal niet opvallen als ik hem aan heb. Het is gewoon een heel mooi, ja, heel mooi jasje. En dat vind ik van die ander ook. En deze ook. En hij zit gewoon echt heel erg lekker. En de stofje is ook heel mooi, lekker zacht. En ja, ik ben hier echt heel erg blij mee. En dat waren dus de kledingitems die ik heb gekregen. Maar er zaten ook nog heel veel andere dingen in. Onder andere twee droog shampoo. Of een droog shampoo. En van die van Batiste en neusstrips. Van dat merk met die dierenprintjes en zo. Maar die heb ik aan Char gegeven. Dus de rest wat hier ligt zat er ook in. Dat heb ik allemaal zelf gehouden. Als allereerst de Glamour met Ananoushin erop. Deze is van augustus gewoon. Alleen door de regen is die hier helemaal lelijk en nat geworden en zo. Dan iets wat ik echt heel erg leuk vind. Deze blond Amsterdam bidon. En weet je dat? Ik hou echt van blond Amsterdam. En dan vooral van de bekers. Maar niet echt van de bordjes. Maar zo'n bidon vind ik dus echt zo leuk. Kijk nou hoe schattig dit eruit ziet. Dat is toch leuk? En er kan dus een liter water in. Is echt niet normaal. Deze kost normaal €12,95. Dus dat vind ik niet eens zo heel erg duur voor een bidon. Voor zo'n grote bidon. En ja, ik vind deze echt kapot leuk. En deze ga ik sowieso gebruiken voor dansen en voor school. En I like it, I like it. Ik weet niet van welke lijn. Want je hebt natuurlijk allemaal verschillende lijnen bij Blond Amsterdam. Maar het staat er hier verder niet op. Maar ik denk als je bidon intypt op Google, Blond Amsterdam bidon, dat je hem vanzelf al krijgt. Dan nog van mijn jewelry zelf. Dit armbandje. Die ga ik zo meteen gelijk even omdoen. Ik zal hem even uit de verpakking halen. Dat vind ik wel chill dat dit armbandje zilver is. Want al mijn armbandjes zijn natuurlijk zilver. En ik krijg heel vaak de vraag van waar komen sieraden vandaan. Maar jongens, ik heb er een video over online staan. Dus kijk die eerst even. Voordat ik iedereen moet beantwoorden. Maar dit armbandje, oh, ik vind hem echt super mooi. Ik heb hier natuurlijk ook wat kettingtje van in het goud. Ik heb hem nu niet om trouwens. Maar ik moet sowieso zo meteen even mijn sieraden afdoen voor het zwemmen. Maar kijk nou hoe schattig. Dus die ga ik zo meteen gelijk even omdoen. Of althans graag mijn moeder bij me om wil doen. Deze is normaal €17,95. Die zou ik ook even hieronder linken. Dan hebben we nog allemaal make-up. Of nou allemaal. Nog lipstickjes en zo van NYX gekregen. Als eerst deze kleur. Dit is de kleur Dainty Days. En ik weet niet echt of het helemaal mijn kleur is. Maar ik vind het wel een mooie kleur. Dus ik moet gewoon even kijken hoe ik dit kan dragen en combineren. En dan nog vier van de nieuwe lijn. Dit zijn namelijk de NYX Lip Tees. Lippies of zo. Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. En ze zijn nu zeshoekig. En dat vind ik echt heel erg leuk. Maar goed, het is een bruin kleurtje. Zal ik ze even openmaken? Dan kan je misschien de kleur wat beter zien. Als dat lukt met mijn nagels. Oké, dit is die bruine kleur. Ik ben nooit heel erg van het bruin, maar mijn moeder vindt het denk ik wel mooi. Dus deze. En dit is in de kleur Latte. Latte. Dus die. Dan, ik ga ze niet allemaal openmaken hoor. Veel moeite.
Deze kleur die vind ik wel echt heel erg mooi. Ook straks voor de winter en zo. En dit is kleurtje nummer Dream Escape. Dan deze. Dit is eigenlijk een beetje dezelfde, maar dan lichter. Meer bruinachtig. Dit is Roasty Outlook. En dan de laatste. Het is echt een rood kleurtje. En dit is een Madame Tease. En die vind ik ook echt heel erg mooi. En dan de laatste twee dingen, denk ik. Als eerste dit boek. En hier ben ik echt super excited over. Want ik vind dit zo'n mooi boek. En ook gewoon om neer te zetten in je kamer of zo. Of iets. Het boek On Fleek van Fashion Chick. En er zijn gewoon zulke mooie... Ik weet niet of je het goed kan zien, maar... Zulke mooie plaatjes en tekst in. En oh my god, kijk jongens, deze stoel. Die wil ik echt. Die tas wil ik ook, maar die stoel wil ik ook. Kijk dan hoe gaaf. Echt, love it. Dus dit boek hebben we ook gekregen. En hier ben ik zo blij mee. Echt een onwijs leuk boek. En het is niet echt een leesboek. Het is volgens mij ook meer een boek met tips over kleding en stijl en zo. Maar ik vind het gewoon überhaupt een heel erg mooi boek om neer te zetten. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. En dan het laatste. Of althans, nou ja, die droge shampoo en die neusstrip staat er dan nog in. Maar het laatste wat ik heb is dit boek. Een notitieboek. Prove Them Wrong. Heel mooi in licht roze met zwarte letters. En dan die band is goud. En dat vind ik zo mooi. En nou, echt love it. En van binnen is die blauw, de binnenkant. En voor de rest heeft hij gewoon... lijntjes. En dat is echt super chill. Ik weet niet eens of ik deze ga gebruiken. Want ik vind hem eigenlijk zo mooi dat ik hem niet wil gebruiken. En kijk wat voor pagina er tussen zit. Even kijken. Just the pink page. Fucking grappig. Maar ik vind deze gewoon echt heel erg mooi. Ook gewoon om... Oh, krijg ik nou niet dit? Zo, ja. Ook gewoon om neer te leggen. Zo vind ik deze heel erg mooi. Dus dit is alles wat we hebben gekregen. En ik ben er echt super, 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 super blij mee. Echt... heel lief dat ze dit allemaal hebben meegegeven natuurlijk. En ook die kleren echt. Oh, en ook met mijn slangenbroek die ik zelf heb gekocht ben ik gewoon heel erg blij. En het was echt een onwijs leuke dag. En ik zal even dingen erin zetten waar het is en zo. Maar ik zal ook even mijn Insta story laten zien. Of die van hun. Even kijken. Want ik kon er niet super goed filmen. Maar kijk hoe leuk alles eruit zag. En dan heb je hier alle dingetjes van allemaal influencers en zo. Of nou ja, dit was de mijne. But I'm not an influencer. Gewoon mensen die er waren. En vandaag was dan de grand opening voor alle anderen. En kijk even hoe druk dat was. Want de eerste 100 mensen krijg je dus ook deze goodie bag. En ja, superleuk. En ze hebben trouwens sale. Maar dat is nu, als jullie deze video zien, al afgelopen. En ik was nog vergeten om dit te laten zien. Ik wist eerst niet wat het was, maar ik ging dus opzoeken op de site. Je ziet het ook niet heel erg goed, maar het zijn van die ringetjes. Die je dan bijvoorbeeld met een festival in je haar kan doen. In een vlecht of zo. Echt onwijs gaaf. Kijk, het zijn van die kleine ringetjes. En die kan je dan, ik had een plaatje opgezocht. Waar is het even? Hier. Van hoe het nou, wat het nou eigenlijk was. Want ik dacht, ja, je moet dit gewoon zelf aan een oorbel of aan een kettingje maken of zo. Maar het is dus dit. Dat je die ringetjes. Hallo? Dat je die ringetjes door een vlechtje kan doen voor het festival. Super leuk. Echt. En goud vind ik sowieso mooi staan met blond haar. Of anders donkerblond. Dus deze ook. En deze waren normaal 10 euro. Maar die zijn nu dus in de sale. En we hadden ook nog eten gekregen: deze gezonde chips. Deze muesli minis. Deze kokosreep. En deze blueberry muffin. Maar dan in een reepvorm. En ik had nog echt een super lief kaartje gekregen. Van het meisje, of door de vrouw door wie ik was uitgenodigd om te komen. Super leuk.